Hey, fijn dat je kijkt of luistert naar de energie-update voor de week van 29 januari. En ik heb een kaart getrokken uit het dek van boodschappen van de dieren. En deze week is dat de uil. En het eerste waar je aan kunt denken bij een uil is natuurlijk dat hij bekend staat om zijn wijsheid. Alle dieren uit het bos gaan naar de uil voor wijze raad. En toen ik me afstemde op de energie van deze week en de uil die kwam, gaat het ook over uitgelijnd zijn met jezelf. Ben je aanwezig in jezelf? Voel je je veilig? Ik kreeg zo'n beeld van een uil die in zo'n holle boom zijn eigen hol heeft en zich daar veilig weet. Maar, en dat is misschien een hele rare gedachte als je als een van de eerste dingen daaraan denkt, dat is de uilenballen van een uil. En waar staat een uilenbal dan voor mij? Dat gaat over loslaten, wat dingen die je niet meer dienen, vrijlaten. En een uil doet dat in de vorm van een bal. En wij kunnen dat doen in de vorm van emoties uiten, zijn met emoties, zodat er weer doorstroming kan optreden. En verder gaat het deze week ook over vertrouwen. Vertrouwen in dat wat jij voelt klopt. Vertrouwen in je intuïtie en vertrouwen op op wat je zintuigen je vertellen. Een uil is natuurlijk heel erg bekend ook om zijn ogen en over de felheid en de scherpte waarmee zo'n uil zijn omgeving scant. Hij kan heel goed in het kijken. Het is natuurlijk een nachtdier. Dus deze week kan ook gaan. En ik denk dat dat nog wel een langere periode is. Deze week kan ook gaan over in je eigen donker te kijken. Waar kijk je misschien nog van weg? Waarvan het tijd wordt dat je erbij stilstaat. We als mens zijn we gewend om opzij te kijken. Als we iets zien wat ons niet helemaal bevalt. En ik denk dat deze week een uitnodiging in zich heeft om gewoon stil te staan. Te kijken naar wat er is en te kijken naar die delen in jezelf die je in de schaduw hebt gezet. En ja, dat kan natuurlijk van alles zijn, maar weet dat jouw lichaam heel wijs is. En dat je lichaam je zo vaak al verteld van hey, dit is er aan de hand, kijk hier eens naar. Dus nodig jezelf uit om daar deze week dan ook echt de tijd en de ruimte aan te geven om erbij stil te staan. Als mensen zijn we natuurlijk gewend om maar door te gaan en de ene afspraak naar de andere afspraak en dit in de agenda en dat in de agenda. Maar het is net zo waardevol om je agenda leeg te maken. En tijd met jezelf door te brengen. Kan best een beetje spannend zijn, maar in de meeste gevallen levert het ook ruimte en zachtheid op in jezelf. Dat is iets wat ik ook bij de uilenergie vind passen. Het beschouwende, het niet oordelen, maar dingen van de meerdere kanten kunnen bekijken. Het milde. Dus ja, nodig jezelf uit deze week om mild te zijn voor jezelf en alles wat er is. Stoppen met streng zijn en jezelf op je kop geven. De meeste mensen gaan daar niet harder van lopen en gaan zich daar ook niet gelukkiger van voelen. Dus ik denk als jij heel streng bent voor jezelf en al je innerlijke delen, dan ga je je niet gelukkiger voelen. Terwijl als je zo eens je armen om je heen slaat en zegt: ik ben goed bezig en ik doe het stapje voor stapje en dat is oké.
dan denk ik dat al je innerlijke delen denken: ah, ik mag het iets rustiger aandoen. Ik kan verzachten en ontspannen. En ik kan wat liever zijn voor mezelf. Ik denk dat dat een mooie is om dit mee af te sluiten. Wees zacht en lief voor jezelf. Stop met hoge eisen stellen waar je niet gelukkig van wordt. Stop met jezelf veroordelen omdat je iets niet goed hebt gedaan. Alles wat we ervaren in het leven zijn een ervaring. En ons hoofd maakt er een verhaal van. Maar hoe mooi is het als je het kunt zien als een ervaring? Eentje die je wil herhalen of eentje die je niet wil herhalen. And that's it. En ja, de verhalen die dan ontstaan, die maken dat energie blijft hangen. Die maken dat we het moeilijker kunnen laten gaan. Dus misschien is dat wel iets moois om over na te denken. Aan welke verhalen hou je vast? En wordt het niet tijd om ze te laten gaan? Nou, dat was nog het toetje. Voor nu wens ik je een prachtige week. En ik laat weer van me horen. Bye!